Hallo, wij zijn Jaak en Lise en Kleine Mond sinds kort. Een koppel en creatief duo dat samen prentenboeken maakt. Zowel als illustrator als auteur. En jullie kunnen ons misschien kennen van de volgende boeken. Van Victor. Of Henry. Oei. Henry. Of Duif. En het zijn allemaal boeken die niet alleen trachten verhaal te vertellen, maar ook voor dialoog en nazindering willen zorgen. Ja. En of we eigenlijk lang moesten nadenken of we het betere meterschap op ons zouden willen nemen van het project Boekenkastjes voor Leesplezier. Niet echt te lezen, want eigenlijk de link tussen ons werk en het thema waarom het draait, kon niet groter zijn, namelijk leesbevordering. Daarnaast huist hun opleiding ook nog eens in onze charmante thuisstad Diest. En werd het project er effectief uitgevoerd. Dat terzijde. Super. Leesbevordering, wat is daar eigenlijk zo speciaal of belangrijk aan? Ja, het is super belangrijk om voor kinderen om voor te lezen en te lezen. Want het vergroot de empathische ontwikkeling. Hè, via inleving in de personages van boeken. Het ontwikkelt ook het taalgevoel en het taalgebruik. Het leert ons normen en waarden, wat goed is en fout. En het verruimt ook onze blik op de wereld. Het prikkelt de fantasie, stimuleert het denkvermogen. En er zijn eigenlijk nog heel veel andere positieve eigenschappen. Ja. En er werd eigenlijk aangetoond dat deze vele positieve eigenschappen van verhalen via het lezen en voorlezen eigenlijk des te langer meegedragen worden wanneer ze op een jongere leeftijd worden gebracht. Dus eigenlijk bij het voorlezen en voorlezen worden ze al een pril zaadje geplant dat individuen dan tot een latere leeftijd met zich meedragen, misschien zelfs voor de rest van hun leven. En deze 8 studenten die hebben dus eigenlijk met hun project rond leesbevordering dus een doelpubliek aangesproken. Dat gezien kan worden als de aanpak op de kiem van de Moving Minds filosofie. Want die filosofie is eigenlijk mensen motiveren en ideeën in beweging brengen. En door hier de allerjongste aan te spreken, wordt die filosofie eigenlijk het langst meegedragen. Eigenlijk tot wanneer zij, die allerjongste, later de toekomst zullen zijn. Ja. En als dat al niet mooi genoeg is, hebben ze hun project ook nog eens grotendeels toegespitst op specifiek die doelgroep waar een leescultuur minder evident is. Zo trokken de studenten bijvoorbeeld met hun boekenkasttreintje langs wijken en pleintjes om voor te lezen aan kinderen die vanuit hun gezinssituatie misschien moeilijker in aanraking zouden komen met boeken. En met lezen en met alles. Al snel ging er voor velen een nieuwe kleine wereld open en werd bij de volgende keer het treintje al enthousiast opgewacht. Ja, dus door een boekenkastproject ook rechtstreeks in het veld te oefenen. Hebben deze studenten laatste jaar, een derdejaars kleuteronderwijs, misschien voor zichzelf wel de meest waardevolle ervaring uit hun opleiding gegenereerd. Namelijk de impact van hun werk gevoeld in de praktijk. Volgens ons verdienen ze eigenlijk daarom de Moving Mind Award. Omdat ze eigenlijk op 2 niveaus gewerkt hebben, ze hebben de filosofie ervan niet alleen op zichzelf geprojecteerd, maar ook op hun doelpubliek. Dus dat is eigenlijk heel prachtig om te zien hoe dat gelukt is. Dus spring mee op de boekenkasttrein en de boekenruilkastjes vol plezier en stem voor dit prachtige project. Ja, zeker doen. Ja. Bye! Bye.